Oké, eindelijk reageert de printer. De printer wou eventjes niet reageren, hij wou niet meewerken. Maar ik moet zo direct een print afleveren in Almere. En wat digitale foto's natuurlijk. Dus ik was er niet blij mee, dus ik heb de router moeten resetten. Ik heb de printer opnieuw aangezet. En de computer opnieuw aangezet. Want dat stond er op internet als de oplossing voor dit probleem. Dus hopelijk gaat hij nu printen. Want ik heb hem nodig. Ik vertrek zo direct over een paar minuten. Dus ik heb hem echt, echt nodig. Oké, nu onderweg naar het station, zodat ik die mooie print kan afleveren. Moet naar Almere Poort toe en daarna naar Jonathan. Er staat echt een heftige wind. Maar goed, ik hou hem goed vast, want hij moet er natuurlijk wel heel aankomen. Ik ben nu in Almere Poort en zo'n een paar minuutjes lopen. Nou, ik ben er, dus ik ga eventjes de foto's naar binnen brengen en dan ben ik zo weer terug. Ze zijn net klaar en ze hebben alle foto's gezien, ze zijn super enthousiast. Wow, deze wind is heftig. Dus ja, ik ben nu onderweg naar de bus en dan neem ik de bus naar Almere Stad toe, want ik ga naar Jonathan toe. En dan moet ik dit ding natuurlijk ook weer meenemen. Moet ik meesjouwen de hele tijd. Dat is wel jammer. Maar goed, volgens mij moet ik die kant op. Ik heb geen idee, het is een dal of hier. Oké, 11 minuten wachten. Dat is gewoon veel te lang. Ik ga even muziek uitzetten. Ja, het ging dus goed. Ze zijn hartstikke blij met de foto. Ik vind het echt leuk om te zien hoe blij mensen kunnen worden van foto's. Vooral als het op print is, want ik vind dat print veel meer impact heeft dan een digitaal schermpje. Dus weet je, dat was wel leuk dat ze het zo mooi vonden. Het is nu klaar. Ze hebben alle foto's. Ze hebben 213 foto's. Ik ben er maar een uurtje geweest. Nog niet eens een uurtje geweest. Ze hebben 213 foto's. Echt waanzinnig veel. Het zijn natuurlijk allemaal wel unieke foto's. Dus niet dat je vier keer dezelfde foto hebt. Ze zijn wel enigszins uniek. Als in een andere... Ja, weet je, ze lachen op de ene en op de andere. Kijken ze gewoon... Weet je, is het gewoon een soort van glimlach. Zonder tanden. Ja, er staan echt veel foto's, echt waanzinnig veel foto's. Ook met de mensen natuurlijk die erbij waren, alles wat er omheen gebeurde. Ik vond het wel mooi, want ze zeiden net al zelf dat ze van bepaalde dingen niet eens door hadden dat het gebeurd is. Je maakt toch bepaalde dingen niet mee als je trouwerij hebt. Dus dat vond ik wel leuk, omdat ze dan nu dingen zagen die ze eigenlijk niet zagen op dat moment zelf. En ze zeiden ook van, ze waren heel blij met de spontane foto's in plaats van dat het echt zo was, dat het geposeerd was en zo. Ik hou sowieso niet echt van geposeerde foto's. Waarom niet? Is omdat, het is heel gemaakt. Kijk, enigszins als je een groepsfoto gaat maken, dan zet je ze natuurlijk neer en dat soort dingen. Maar ik laat liever mensen gewoon in hun element zijn en dat de foto zo genomen wordt. Zonder dat ze het doorhebben, maar dat ze wel echt aan het genieten zijn. Dus dat vind ik zelf veel mooier. Dus dat. Vanochtend vraag ik aan Google. Hey Google, gaat het regenen vandaag? Nee, het gaat niet regenen vandaag. En nu regent het. Oké. Hey. Yo, ik ben er man. Yes. Zo. Even kijken.
Dat is ook nieuw. Normaal, altijd als ik naar deze lift ga, dan komt altijd iemand uit. En nu is er niemand. Kijk, dit is trouwens hoe het mijn setup eruit ziet. Nou, zo vlog ik dus. Zo. Yo. Wat is het? Hey. Ja, wacht even. Oh, ja, kijk, daar ben ik blij mee. Wacht even hoor. Ideaal. Kijk. Altijd een spiegeltje bij je. Zeker. Doen we gewoon. Ah, Oké, het is net avond. Het is nu net iets voor 11. Even kijken, ik heb geen idee hoe laat het is. Het is 11:15. En ik ben net bij Jonathan vandaan. Het was heel erg gezellig. Ik ga zo direct eventjes wat te eten scoren. En dan naar huis toe. Dus het was heel gezellig. Kun je wel zien in morgen. Ik ben echt gesloopt, man. Morgen is de lancering van het blad. En morgen, ja, ik heb de coverfoto geschoten. Dus ja, hartstikke leuk. Dus ik ga nu eventjes mijn camera inpakken en ja, ik word zo niet opgepikt, dus daar ben ik blij om. Dus tot morgen. Dames en heren, hier is Van Klassen met Bart van Houten. Deze is voor jou. Dankjewel. Voor mooi. Echt, Bart van Houten, en eigenlijk mooi geworden. Oké, ik kom net uit de douche en ik dacht, ja, ik was ondertussen mijn haar aan het borstelen. En ik dacht, ja, ik moet jullie nog wat vertellen. Ik heb natuurlijk beelden gedeeld van de lancering van het nieuwe blad waar ik de cover voor geschoten heb. Maar ja, weet je, ik wil nu gewoon even goed laten zien hoe het geworden is. Dus dat ga ik nu even doen. Voordat ik het vergeet, het is inmiddels al woensdag. Dus ja, laat ik je even zien. Oké, kijk, dit is de cover. En dan staat hier, staat mijn naam. Dan moet ik verder naar bladzijde 9. Kijk hier naar deze foto. Kijk. Deze vind ik echt vet. Deze is gaaf. Echt heel, ja. Maar goed, hij is dus uit. Hij zal binnenkort zal hij dus overal liggen. Bij de tandarts, bij de huisarts, het ziekenhuis. Allemaal cafés en andere horecagelegenheden in Almere. Dus dat is wel vet. Dus dan kom je deze overal tegen. Hij ligt ook bij de Bruna, geloof ik. Daar is hij te koop in Almere. Dus ja, dat is wel vet. Ik vind het wel hartstikke vet dat mijn foto... Ja, dat ik eindelijk eens een keer een coverfoto heb mogen maken. Dus ja, ik heb net het filmpje af. Ik heb nog wat kleine aanpassingen gedaan. Die net opgestuurd naar Lifestyle Almere. Dus die gaat zo direct geplaatst worden. En dan, ja, weet je, dan... er komt heel veel zon opeens binnen.
Dus die gaat zo direct geplaatst worden. En dan kijken of er veel reactie op komt. Je weet het nooit, je kan het niet voorspellen. Op dit moment zitten we natuurlijk nu ook met het corona gebeuren. Dus veel mensen zijn daar ook nu mee bezig. Dat was tijdens de lancering ook zo, dat heel veel mensen ermee bezig waren met het corona gebeuren. Want ja, het speelt toch mee. Iedereen, nou, niet iedereen, maar veel mensen zijn er bang voor en durven elkaar geen handen te geven. Dat is. Nou, ik heb zo direct nog een telefoontje. Ik kan elk moment gebeld worden door Jackie. Want, ik moet er nog even terugsturen wat. Dat kan. Ja, dus ik kan zo gebeld worden door Jackie. We gaan even wat dingen bespreken voor de promo die we voor de crowdfunding die we online gezet hebben. Want het kost natuurlijk geld ook om deze documentaire te maken die ik met haar doe. Als je het niet gezien hebt, in de vorige vlog vertel ik ook over... Nee, het is al 2 vlogs geleden geloof ik. Vertel ik over dat ik een documentaire aan het schieten ben over bodybuilding. En zij gaat naar het EK toe in Spanje. Dat is in mei dit jaar. En we gaan voorafgaand een hele documentaire schieten. Maar ik ga ook mee naar Spanje natuurlijk. Om daar ook nog het vast te leggen hoe het daar aan toe gaat. En ik hoop dat het zou natuurlijk leuk zijn als wind. Natuurlijk ook leuk omdat het ook een documentaire is die we aan het schieten zijn. Dus dan is het wel vet als je dan ook meteen een winnaar in je documentaire hebt. Dus dus dat is hartstikke vet. Maar we gaan dus een crowdfunding online zetten. Want er moet natuurlijk ergens geld vandaan komen om het allemaal te bekostigen. We willen natuurlijk ook de documentaire promoten online. Hopelijk komt er veel op af, zeg maar. We gaan het op CineCrowd zetten. Dat is een platform voor films, korte films, gewone films, documentaires en dat soort dingen. Waar je dus, zeg maar, support kan krijgen van mensen die wel interesse hebben om je te supporten. Ik hoop dat er veel mensen op reageren. We zullen het zien.